Nu moeten we even wat omgezet worden, geloof ik. Hij komt. Groot gezelschap. En we gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is in het verleden. Ik zal er een beetje doorheen gaan door het verleden. Ik zal het voorgeschiedenis pakken. Ik zal door de jaren heen gaan en je ziet dat het alsmaar grijzer wordt. Niet alleen ik zelf, zoals je kan zien bij mijn foto die daar staat in mijn meer zwarte jaren. En dat geldt ook voor al die mensen die hier als oudere, voorgaande mensen hier aanwezig zijn. Ik ga door de geschiedenis heen en ik voel deze presentatie eigenlijk als lopen met kousenvoeten over ijs. En waarom? De mensen die daarbij waren en mee hebben geholpen, zijn voor een groot gedeelte hier aanwezig. Dus ze zullen zeggen van, dat is niet waar, dat is zus. Nou, dat klopt. Het is mijn gezichtspunt en ik ben maar een deel van de aarde en al die anderen zijn ook delen van de aarde. En hebben net zo hard meegewerkt om er eigenlijk voor te zorgen dat de NLUG nog is wat het is in tegenstelling tot anderen. Ik moet zeggen dat ik vrij veel verschuldigd ben aan bij de voorbereidingen van deze presentatie aan enkele mensen die ik benaderd heb via e-mail en gevraagd heb om wat zaken, dus die zal ik zoveel mogelijk doen. En wat ik ook zal doen is in de presentatie de slides vertonen die ik van belang zijn. Het zijn er totaal 35, dus ik pak per jaar één. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar 35 zijn het er. En dat is dus een flinke hoeveelheid. Ik zal er dingen inzetten van personen die ik noem. En ik zal personen niet noemen. En dat doe ik niet met opzet. Maar gewoon omdat dat in deze presentatie met deze opzet niet van toepassing was. Maar dat wil niet zeggen dat ze minder zijn. En aan het eind zal blijken hoeveel mensen dat zijn geweest. Met speciale dank aan Jan-Christian Winkel. Die zal nog aanwezig zijn, die is onderweg denk ik. Wietse van der Rij, Mark Overmeer, Jos Vos. Maar ook aan Mariella Klatte en aan Patricia Otter. En voor zover jullie weten wie het is, maar die zal ik introduceren. Nogmaals, mijn excuses als ik iemand vergeten ben. Zeg het na afloop. Neem je correcties. We nemen ze op. En er zijn meer slides. En de slides staan barstens vol informatie. Dit om reden dat na de presentatie ze beschikbaar zijn. En ook de verborgen presentaties, want er zijn verborgen slides. Die zal ik niet hier vertonen. Heb ik gewoon de tijd niet voor. Maar die zitten er wel in. Dus met wat nazoekwerk hoop ik dat er een stukje aanzet is voor een geschiedenis en niet een geschiedschrijving van zo is het gebeurd en dit zijn de feiten. Nee, zo zien wij het. Ik draag deze presentatie op en ik zal dat halverwege nog eens een keer memoreren en dat toelichten aan Mac Lichtje. Dus houd hem maar even in de gaten. Het woord Mac Lichtje, dat komt terug. Het begon in een laboratorium, in een soort, was een soort flat gebouw in New Jersey, waar op een gang, op vier hoog, twee mensen zaten die aan het Multics-project werkten. En dat Multics-project, dat vonden ze maar niet zo leuk. Dus ze zijn daar met flink veel lawaai uit weer vertrokken, terug naar de burelen van Bell Labs in New Jersey. Dan moet je voorstellen, dat is een soort gebouw met vrij brede gangen. En ik heb dat nog nooit in Europa gezien, maar dat is in zekere zin, maar dan met veel minder geld. Vergelijkbaar met wat met Google gebeurt, om aantrekkingskracht van werknemers te krijgen. Met oude karpo's in de gang om rustig achterover te zitten en
je voor te bereiden met datgene wat jij denkt dat research en wetenschap is. Een wetenschappelijke periode. Met wel een doel om vanuit de frustratie aan een in rondhangende PDP 7 te gaan werken aan een nieuw operating systeem. Toen nog in Assembler. En dat heette dan het Unix systeem. En dat spelde je dus in die dagen iets anders. En daar uiteindelijk een systeem van te maken dat toegepast kon worden in, als telefoonprovider. De twee hoofdrolspelers zijn eigenlijk Ken Thompson en Dennis Ritchie. Dennis is overleden intussen. Ken is nog steeds en werkt tegenwoordig bij Google. Wat ze daar deden was de uitgave van Unix versie 1. En je moet het zeggen, dat wat ze dan deden is de versies, is gewoon het manual, de drukgang van het manual, getypeset. En de versie 1 manual is nog steeds online. Die kan je terugvinden in de home directory van Dennis Ritchie, die ter ere van hem nog steeds aanwezig is. We hebben geprobeerd om die versie, de manual af te drukken. Het zijn iets van 221 pagina's. Eventjes te goede orde, dus dat is maar een dun boekje. En dat boekje, dat hadden we geprobeerd om dat in A5-formaat hier op de conferentie te verspreiden, maar gezien de copyright van Lucent durfden we dat risico niet aan. Maar hij staat online en ik zal je daar de eerste pagina's, de eerste vier pagina's, de introductie van laten zien. En ik denk dat niet iedereen dat zomaar kan lezen, dus ik zal dat ietsje het vergrootglas neerzetten op een bepaald punt. En daarin zie je eigenlijk een aantal opvallende dingen. Dat daar de vier mensen in staan. Dat het gememoreerd is, dus deze kopie, is van Joe Ossanna. En Joe Ossanna is al vrij vroeg in het geheel overleden, in 1977. En wat je daar ook ziet is dat er dus een, drie lettertjes gebruikte als identificatie van de desbetreffende gebruiker. En omdat dat binnen de machine nog allemaal gebeurde, was dus de intercommunicatie tussen de gebruikers, was enerzijds chat, en dat heette toen Write. En anderzijds was dat e-mail, dus dat ging allemaal binnen de machine. En dat heet dan mail in dit manual. Dit waren dus de vanaf 3 november 1971. Dat is dus een behoorlijke tijd geleden. En er zijn, denk ik, heel wat mensen die toen nog ergens in de buik zaten. De wereld begon eigenlijk van dit systeem pas te horen gekregen in even later, toen de eerste presentatie kwam in de Operating System Principles. En vlak daarna in ACM. En dat was in de ACM, die publicatie was in feite voor verschillende mensen in Europa het teken van, hé, hier is iets leuks aan de hand, laten we daar eens op gaan kijken wat dat precies is. Wat je ziet is dat dat met versie 6, sommigen zeggen versie 5, ik heb een versie 5 manual in de tijd gekregen. Dus mijn eerste manual is versie 5, maar de meeste mensen kennen hem als versie 6. En dat is eigenlijk het begin geweest dat AT&T aspiraties kreeg om zijn computergedachten, het bouwen van een eigen computer, een desktop, aan de gang te krijgen. Ze zagen de dollars al binnenvloeien. Niet op zich vreemd, want Philips zag datzelfde en is ook met een computer ooit begonnen, de X1. En later, zoals ik ermee te maken kreeg, de X8. Dus zo kan je als lampenboer ook nog computeraspiraties hebben en dat het niet meer zo is tegenwoordig, is overduidelijk. Hier zie je dus dat in het laatste stuk, System 5, System 3, System 5, de commercie toesloeg en de gedachte was van, hé, hier kan ik flink aan verdienen, ik kom er zo op terug. Dus het ging eigenlijk de kant op van geld. Degene die daar inbraak op deed, of inbreuk op deed,
was John Lyons in Australië. Die zei, hey, dat is een aardig systeem. Laat ik dat maar eens becommentariëren en schrijven hoe dat een en ander in elkaar zit. Ik heb de twee meegenomen. De oorspronkelijke vorm is in geel kaft, maar het is zo veel gekopieerd dat het gele kaft het niet uit had gehouden, dus dat is blauw ondertussen bij mij geworden. Ik was niet de enige die zijn kopieën ter beschikking stelde. Het was wereldwijd en dat betekent dat de studenten onderling die dingen gewoon uitwisselden. En vond AT&T niet zo leuk, heeft geprobeerd dat tegen te gaan, met flinke boetes en zo. Maar de geest was uit de fles en dat betekende dat dat in ieder geval open werd. Dat de studenten ermee aan de gang gingen en dat het vrij werd. Dat waren de eerste stappen. Een andere belangrijke stap in die tijd, is ook weer genomen door John Lyons, is de porting. Het was in C geschreven, dus dat gaf hem in ieder geval een efficiënte mogelijkheid om het om te zetten, om de port uit te voeren. En de eerste was op de interdata machines. We hebben daar vrij veel oorlog over gevoerd. En AT&T vond het echt niet leuk. En het is tot vele jaren daarna is er een uitgebreide oorlog geweest om het een en ander tegen te gaan dat het open source werd. Maar de geest was uit de fles. De aanleiding was dus dat het ook in Europa ging. En er zijn twee mensen in Nederland die beweren dat zij de eerste waren met het Unix-systeem in Europa. En ik moet voorzichtig zijn, we maken daar nog steeds ruzie over. Dus Hendrik-Jan Thomassen en mijzelf, die zeiden van, hé, wij zijn degene die dat zijn geweest. We hebben een intermediair ingehuurd een tijdje, Geert Rolf, om te vragen van, zoek jij nou eens uit wie de waarheid zegt? En ik meen nog steeds dat hij eruit is gekomen, namelijk dat hij mij roemt. En Hendrik-Jan die heeft daar een kopie van gehad en die vindt nog steeds dat hij genoemd werd. Zeggende schrijver, er zit een driekwart jaar, klopt dat ongeveer, tussen ons. Ja, ik heb met geel aangegeven een van de regeltjes in de source code, die denk ik voor 99% van de mensen nog steeds duister is. En als iemand wel weet wat het is, graag, er zijn er maar twee hier in deze ruimte die het weten. En die heb ik net genoemd. Ja, dus dan ga je aan de gang met het Unix-systeem. Zowel Hendrik-Jan als ik met een PDP-11. En we hebben dan gevraagd aan Ken Thompson bij Bell Labs, gewoon een brief geschreven van, hey, is leuk wat je doet, stuur me het maar. Tot grote schrik van de digital equipment mensen, die zeiden, dat kan niet. Het is onze operating, RSX-11 draaiden we toen. Nee, zeiden we, dat is een assembler. Dat kan je niet maken als je bij het mathematisch centrum werkt en daar met talen bezig bent, dan is assembler gewoon een no-go. Ik heb een vraag aan jullie. Eventjes een poll, kijken wat, hoe de kennis is nog van het verleden. En, dus er zullen er maar weinigen zijn die dat weten, hoop ik. Maar weet iemand, steek je hand op, als je weet wat een sticky bit is. Hoe? Dat valt mee. Had ik niet gedacht. Nou, dan gaan we de kernel in. Een universiteitslicense was $100. En in die tijd was de dollar 3,65 gulden ongeveer. Dat is dus pakweg 1,5 euro. En dan kan je zien dat dat was inclusief verzendkosten. Dat is een habbekrats. Dat was iets anders voor de commerciële licenses, maar daar kom ik zo op terug.
Wat krijg je dan? Dan krijg je, wij kregen een RK05-disc, dus één plat. En dan kon je dan aan één kant was je door digital equipment beschrijfbaar, tenzij je een niche RK05 had. Dan kon je maar aan twee kanten, dan had je twee keer zoveel ruimte. 2,5 meg, dat was het, daar moest je het maar mee doen. En dat speelde je dan af als je, je kreeg of die RK05 disc toegeschreven. Nou, je kan, toen die kwam per post, betekende dat we heel erg secuur waren om, wacht even, in Amsterdam heb je overal trams met leidingen enzovoort. Oeh, die elektriciteit die zal wel invloed hebben, kunnen je ja, RK05. Dus we hebben daar vrij veel moeite met de fiets, hebben we hem naar het mathematisch centrum gebracht. Dat ging iets anders later met een MacTape. En hoe dat gebeurt met de MacTape zal ik je ook laten zien. Je krijgt van Ken, je ziet hem hier, de K, van Ken Thompson. Dus dat was de persoonlijke notitie van Ken, kregen wij de, toegestuurd met de instructies hoe je het moet doen. En ik denk dat je dat niet allemaal kan zien, dus ik ga het vergrootglas weer eventjes aanzetten. En dan zie je dat je een aantal instructies per bit in het geheugen moest zetten en daarmee moest starten. Dat was je bootprocedure. En dat gaat met een PDP-11 45 vrij simpel, want dan heb je van die switches aan de voorkant zitten, die zo lekker toggelen. En dat was op zichzelf is dat een hele wedstrijd. En ik kan me herinneren dat daar verschillende mensen het leuk vonden om met zo weinig mogelijk bitjes in te toggelen, toch het hele zaakje te kunnen booten. Ik heb nog een vraag. En in die tijd was het de gewoonte om met drie letters, dat heb ik al eerder gememoreerd, weer te geven wie het is. En ik denk dat iedereen wel weet waar DMR voor staat. Klopt dat? Is dat Dennis Ritchie? Ja. Ik heb er nog één. AST. HJT. Zo. JC. Moeilijker. Buiten onze directe omgeving. PC. Ja. Die kent hem persoonlijk. Kom. Pieter Collins. Maar ik kan je aangeven, het was niet JA voor Jaap Akkerhuis, maar het was Jaap. Dus er waren wel uitzonderingen. Het eerste ontstaan van de Unix-groepen. En ik moet erkennen dat een van de boilerplates lag in Engeland. Daar was de DECUS, de Digital Equipment User Group, waren daar redelijk goed georganiseerd in tegenstelling tot in Nederland. En daar ontstond in de DECUS-groep daar wat gerommel tussen de aanhangers van RSX 11 en RT 11, Real Time System 11 van de PDP. En die kwamen bijeen en dat gemorrel dat leidde ertoe dat er toch wat, wat wisselingen waren en zich afscheiden richting bijeenkomsten om te praten over ik heb een probleem met dit en dit soort hardware en ik heb een andere driver nodig, help, help, hoe kunnen we dat voor elkaar boksen. En in mijn opinie begon het echte Unix-leven van de usergroepen pas later. En de eerste meeting daarvan was in de Vrije Universiteit. En ik vind nog steeds dat de echte meeting waar Dennis en Ken aanwezig waren, was bij het CBI in Amsterdam. En volgens mij is dat de eerste grote meeting geweest. Dat we zeiden van, hé, we moeten iets gaan organiseren, dat we die mensen minimaal 2 keer in het jaar bijeenroepen. En zo is dat geworden. En dat is voor mij de oorsprong, het heette toen nog geen NLUG, Nederlandse Unix Groep, maar we kwamen toen wat verder bijeen. En het CWI heeft een vrij grote rol door de jaren heen gespeeld om het NLUG gestalte te doen geven. Wat hadden we dan bij de
Mathematisch Centrum. We werkten toen nog met UCP tussen de machines heen en allerlei dial-up-leidingen. Dus dat is in feite het begin geweest dat we aan de gang gingen met het internet, wat het hele ten dagen is. En daar spelen bijvoorbeeld Jaap heeft daar een rol in gespeeld, Piet Beertema heeft daar een rol in gespeeld, maar ook Daniel Karrenberg heeft daar een rol in gespeeld en Jim McKee. En ik moet zeggen dat het hele team zo langzamerhand wel op de een of andere manier een dankjewel heeft gekregen door de jaren heen. En volgens mij was Jaap helaas, jij was de laatste geloof ik die daar een woord voor kreeg. Wel een applaus daarvoor. Dan heb je een fax. Dat is een machine die toen vrij kostbaar was. Reken maar uit. En dan moet je dat verantwoorden bij de Koninklijke Machinecentrale. Dat is een gezelschapje dat beoordeelt of je voor je wetenschappelijke arbeid de desbetreffende investering wel waard bent. En dat betekent een dikke pakken papier. En dan krijg je toestemming om een fax 11780 naar binnen te dragen. Nou, die kwam. En toen zeiden we tegen de desbetreffende onderhoudsmonteur bedankt, hij draait. Gooi de disk er maar af, we zetten hier een tape op en we beginnen met Unix, en toen was dat nog de Unix V32 van AT&T. Daar zijn we een maand mee bezig geweest, in afwachting van de tape die kwam van de Berkeley jongens in Berkeley Software Distribution in Californië. Dus degene die daar een grote rol heeft gespeeld om dat Unix te antemeren binnen de digital equipment machinerieën, is een employé van DEC geweest aan de Westkust. Dat is Armando Stettner. En die heeft behoorlijk moeten vechten en zijn hoofd boven water moeten houden om het een en ander voor elkaar te krijgen. Ik kan me herinneren dat hij aan de orde werd geroepen, net zo goed als dat we dat bij het Mathematisch Centrum hoorden, dat op een gegeven moment de telefoonkosten wel echt te veel werden en buiten proporties gingen. Een andere, en dat is de Berkeley Software Distribution, die een belangrijke rol heeft gespeeld, is Bill Joy. En die is later heeft hij zijn sporen verdiend met Sun Microsystems, een van de oprichters geweest van Sun Microsystems. Zoals ik al zei, die machines die waren groot. Je moet je voorstellen, als een disk van 65 megabyte, dat vonden we heel veel. Die draaide op 380 volt. En moest airconditioning, dus dat kostte nogal wat. En al gauw ontstonden in die tijd de desktopmachines. Op alle diverse beurzen kwam je ze tegen. Iedereen die had wel een Motorola CPU'tje in zijn kast zitten. Of een Zilog of een Intel 8086. En dat ging vrij hard, want ook Motorola begreep dat er wat aan gedaan moest worden. Dus bijna elk jaar kwam er wel weer een nieuwe CPU uit in die sector. En dat betekende dat er op de beurzen, diverse beurzen, nogal wat machines gingen ontstaan. Dat vonden we wel leuk. Dus wat hebben we gedaan? Ik heb samen met Andy Tannenbaum, omdat we toch op al die conferenties waren met z'n tweeën, hebben we een heel klein programmaatje, een klein C-programmaatje geschreven. Een miljoen optellingen, zowel in short, integer of long. En ook nog, en dat zal heden ten dagen wat minder bekend zijn, dat je ook nog aan kon geven of dat in de register moest genomen worden of in gewoon memory ging. Dus ook dat hebben we gedaan. En daar hebben we een boekje over geschreven om die verschillen te laten zien. Ik heb het meegenomen. En een overzicht van wat er toen allemaal was, heb ik ook bij me. Hebben we verschillende opnames gemaakt van, kijk, zo snel zijn ze. En hier vind je een overzicht van hoe dat ene programmaatje zich ongeveer hield. Met daarbij de kosten. En ik heb dat hier in euro's staan. Dat daagt je uit om datzelfde programmaatje heden te dagen nogmaals te doen. Nou, dat heb ik voor jullie gedaan. Ja, je denkt dat dit al heel snel is, hè?
En toch nog wel vrij veel geld. Wel, ik heb er nog één gedaan. En dat is die Raspberry Pi. Daar is er een oorlog aan de gang, al door de eeuwen heen, vind ik. Dat die interpretators, of dus geen compilatie, maar interpretatie, toch wel heel snel komt. Daar heb je dan, dan krijg ik dus, nu ga ik op glad ijs. Dan heb je de Perl-jongens die daarover gaan, de Python-jongens, de Java-jongens, die het een en ander doen. Wel nu, ik heb op mijn Python heb ik ook het gedraaid in, of op mijn Pi heb ik het ook gedraaid in Python. Dat was 100 keer trager. Hoe kan dat? 100 keer. Er is dus geen hond die er meer naar kraait. Dus dat betekent dat de snelheid van de CPU eigenlijk gewoon perfect is. We zitten niet meer te wachten op dat het volgend jaar weer een 2 keer zo snelle CPU uitkomt. We hebben geheugen genoeg, we kunnen daarmee op. En je merkt niet meer dat je applicaties niet meer in een gecompileerde versie draaien. Daar is bijvoorbeeld, voorbeelden daarvan zijn te over. En als je nu even kijkt dan, naar een nieuwe versie van de applicatie Firefox, als je die deze week hebt geprobeerd, dan is die ongeveer 2 keer zo snel ineens geworden. Hoe kan dat? Dus het probleem zit dus heel ergens anders. Terug naar de NLUG. De NLUG heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de Europese Unix-groepen. Deels omdat ik er natuurlijk zelf bij betrokken was. Het geeft je te doen om in heel Europa 2 keer per jaar een conferentie te houden. En die conferenties toentertijd waren ongeveer de grootte van wat het nu is. Internationaal gezelschap. En dan zie je dat hier nog eigenlijk de wetenschappelijke achtergronden, we hadden toen nog een wetenschappelijke gedachte bij het Unix-systeem, daar een rol speelde, tot pakweg 85. En met proceedings en artikelen die hopelijk in je wetenschappelijke loopbaan een rol konden spelen. Maar we hadden ook veel fun. Een van de fun was een badge die ik hier laat zien, PM% P6. En ik denk dat er maar één persoon hier in de zaal is die weet wat dat is. Ik kijk naar Jaap. Die tijd is dus verleden tijd. Het waren ook conferenties waarbij je op de laatste dag, nog enigszins de laatste middag, nog even wat lol maakte. En zo kan ik me herinneren dat in april 85, met name dan Jean Wood, een dame van Digital Equipment, aan de gang ging met een verkiezing. En de verkiezing was de mooiste benen. En ik kan jullie stellen dat Jim McKee de eerste streek met de mooiste benen van de hele conferentie. En toen liepen ze dus nog allemaal in korte broek. Ja? Ik heb geen korte broek hier gezien. Ik kan jullie aanraden om dat wel te doen. Dan houden we ook weer een bijeenkomst en een toekenning. 2 weken geleden, Lisa wel. Lisa, ja. VS. Daar lopen ze nog steeds in korte broek. Klopt. Het werd professioneler. En het werd groter. En we praten over 500, 600 deelnemers aan een conferentie. 2 keer per jaar bij de EUG. Met aspiraties van als we proceedings uitgeven, dan zal dit de proceedings zijn die je kan gebruiken in je wetenschappelijke artikelen. Ik heb eigenlijk achteraf gezien, weinig artikelen tegengekomen waarin inderdaad deze proceedings van de EUG aangehaald werden. Maar voilà,
Het werd anders tot pakweg na 1990, toen Europa aan de gang ging en de commercialisatie toesloeg. Konden ze niks aan doen, EUG, om reden dat uniform in de VS aspiraties had om de oversteek te maken naar Europa toe en grootscheepse beurzen aan te pakken en daarmee de hele markt over te nemen. Dat hebben ze ook in de VS geprobeerd en dat is bijna de ondergang geweest van de Usenix-organisatie. Maar hier in Europa hebben ze hetzelfde gedaan met Open Forum, heette dat. Met deze aspiraties om in feite de commercie op te gaan pakken. Maar ze hadden geen rekening gehouden met de maatschappelijke conjunctuur. Dat die op dat moment teloor ging. Dat was de eerste dip die er toen ging. En dat betekende de ondergang van zowel Europa als Uniform. Usenix heeft het overleefd en NLUG heeft dat ook overleefd. Maar er waren nog twee belangrijke figuren. Eén was Andy Tanaman, die was bezig. Hij wil het niet erkennen, nog steeds niet. En we hebben daar nog gezellige discussies over. Andy die vond het Unix-systeem aanvankelijk maar niks. Want hij had zijn Amoeba-systeem en dat moest het worden. Dus dat betekende dat zijn studenten op de VU in feite met het Amoeba-systeem werden opgezadeld en geen kans kregen om een Unix-systeem in tegenstelling tot Nijmegen en Amsterdam, om dat CWI, om dat aan de gang te krijgen. Het heeft pas eigenlijk de overgang gemaakt naar Unix op het moment dat Andy zag dat zijn boek, Operating System Principles of zoiets, dat boek dat hij gebruikte in zijn colleges, dat hij dat wilde getypeset hebben. En hij had dus de typesetter nodig in de VS. Dus hij is voor een half jaar naar de VS gegaan om het boek af te ronden en daar het systeem bij Ken en bij Dennis aan de gang te krijgen. Dat beviel zo goed dat toen hij terugkwam was het geen issue meer. Unix zat ook bij de VU. In Finland had iemand, een student, last van dat hij niet zo goed bij het systeem kon. En dat betekent dat hij eigenlijk een terminal server nodig had. En Linus schreef toen de eerste regels voor het Linux-systeem. Wat mij opvalt is dat hij niet het Minix-systeem van Andy gebruikte, maar gewoon zijn eigen gang ging. En volgens mij doet hij dat nog steeds, maar dan op het operating system level. En wat je ziet met het Linux-systeem, en nou trap ik heel wat mensen op hun tenen, is dat het groeide en alles was goed, gooit er maar bij en het is allemaal wel prima. Wat veel mensen misschien niet weten is dat aanvankelijk een eigen implementatie van de TCP/IP-stack was en die is jammerlijk mislukt. En toen hebben ze dat overgenomen van de BSD-systemen. Dus dat is toch wel, en dat was in feite de opgang dat het Linux-systeem zijn wijde verspreiding kreeg. Ik zou graag de volgende slide willen hebben, meneer. Dus de problemen waren OS, drivers, tekstprocessing en talen waren C, Algol 60, een heel klein beetje voor die fanaten bij het Mathematisch Centrum, en Pascal en Modula, Concurrent Pascal. Dat zijn ongeveer de dingen die daar toen speelden. Waarom tekstprocessing? Nou, de wetenschap had ontdekt dat als ze hun artikelen in een getypesette manier zetten, dat veel beter showde en dus het gehalte aan wetenschap ook daardoor beter acceptabel werd. Dat betekende zeker voor het Mathematisch Centrum, een wiskundig centrum met al die formules, dat die dames die daar met IBM bolletjesmachines al dat werk hadden uit te typen voor al die promovendi, die wiskundige promovendi, dat die veranderd werden. En dat betekende dat het Mathematisch Centrum met de typesetting, toen het Unix-systeem, eigenlijk behoorlijk begon op te waarderen. Degene die daar een rol in speelde, waren eigenlijk drie personen. En waarom noem ik dan natuurlijk Linus Treffels, Richard Stallman, en daar kom ik zo weer even op terug, en
Kirk McCusick, die eigenlijk tot heden en dagen nog achter het Berkeley Software Distribution zijn push heeft gegeven door de jaren heen. Dan heb je een boom waarin we het Unix-systeem van AT&T in feite zien. En het is, alles is een file tot en met over het netwerk heen met plan 9. Vanaf versie 1 tot en met plan 9 is dat ongeveer de orde die er plaatsvindt. Dat is de familietree. En dat is dan eigenlijk wat ik zou noemen de open source familiestuk. Dus straks aan de rechterkant zie je het Berkeley Software Distribution Systeem, wat een enorme rol heeft gespeeld om het op de hogere orde machines, de 16, 32-bit, 64-bit machines aan de orde te krijgen. En dan hebben we aan de andere kant, dat is wat ik zou noemen de Trump-kant, hebben we de commerciële stuk. En daar ga ik niet verder op in, daar heeft AT&T flink geprobeerd geld te verdienen. Nou, laten we eens kijken hoe dat er dan in een plaatje, een gekleurd plaatje, uitziet. Dan krijgen we deze wanhoop van Unix-systemen door de eeuwen heen. Eeuwen heen. Ja, het is vorige eeuw, deze eeuw, eeuwen. Dit is het begin van de Toren van Babel. En je ziet hier in feite de tussenvormen. BSD-systemen dat zowel open source als nog net niet was. Mixed. De rode kant, de overheersende kant, dat is nog steeds de Trump-kant. En de andere kant, dat Minix, Linux en de BSD-systemen die volledig open source zijn. Met de nodige struggle om dat inderdaad voor elkaar te krijgen. En de patenten die op het sticky bit zaten, om die van tafel te krijgen. En dan hebben we ook nog een hele wereld, de Toren van Babel is nog niet voorbij, hebben we Linux zitten, in 1991 ontstaan, met een aantal systemen, eind jaren, of begin jaren 90 en de begin jaren van deze eeuw, in de 2000. In de 90e jaren waren er eigenlijk drie. Weet iemand wie Peter MacDonald was? Waar moet ik die onderbrengen? SLS. Iedereen kent natuurlijk de gast die nog steeds naar zijn rode pet zoekt, Mark Ebing. En we hebben ook nog Ian Murdoch, de Debian. En dat betekent eigenlijk dat je in die tijd ziet, vanaf 2000, dat iedereen wel zijn eigen Linux-systeempje ging maken. Dat zegt dus iets over het Linux-systeem, by the way. Maar je kan natuurlijk je eigen machine bouwen en je eigen operatingssysteem. Je eigen versie, je eigen distributie, maar ja, dan kom je met distributie en de upgrading kom je hevig in de knoop te zitten. Je bent bezig met de Toren van Babel. Van simpel naar heel moeilijk. Source text, in die tijd, kleine boekje heb ik je laten zien, en het is tegenwoordig zoiets, maar de applicaties op zich zijn veel groter dan de hele kernel. Voorbeeld. Er moest iets gedaan worden aan het user interface. En hiervoor heb ik even terug naar het sticky bit. Het sticky bit is, dat is kenschetsend voor Ken Thompson en Dennis en ook wel de anderen, zoals Robert Park. Zijn heel benaderbaar. Dennis, ik lag op een gegeven moment in de 10e verjaardag van de Usenix-organisatie, zaten we in Portland. En dan lagen we achterover, want Oregon, toen al, had fireworks georganiseerd bij de 10e verjaardag. Dus we lagen daar achterover en te kijken naar wat er in de lucht zou gebeuren. En het was Dennis, een student en ikzelf. En de student begon uit te leggen aan Dennis wat het sticky bit was en hoe die dat moest werken en hoe dat geïmplementeerd was. Kenmerkend is dat Dennis dat liet gaan. Geen moeilijke vragen stelde, oh wat interessant, enzovoort, en hoe zit dat, enzovoort. Ik denk tot op heden vandaag deze student niet weet aan wie die zijn uitleg toen toebedeelde.
Een andere anekdote van Ken Thompson is de volgende. Ken had een bloedhekel aan al dat lawaai van die operatie. Dan is dit mis, dan is dat mis en niks in de hand, gewoon doorgaan. En had daar een bloedhekel aan. En op een gegeven moment is het zo dat Dennis kan niet zo goed met auto's overweg. En Dennis kwam naar Ken toe en zegt van ja, er is iets vreemds met mijn auto. Er brandt een rood lampje. Oh, zegt Ken, daar weet ik alles van. Ik help je wel. Samen naar de auto toe. En de auto die het gromde en het bromde en het reed, maar het rode lampje stond daar te groeien. Oh, zegt hij, dat is simpel opgelost. Haalde het rode lampje eruit. Probleem fixed. Dat is iets anders als met X11. Hier een uitspraak van Marcus. Ja, als je 5 stuurwielen hebt in een auto en allemaal verborgen zijn en allemaal andere rare functies hebt, oké. Zolang je maar met de knop van de stereo-installatie de gear kan de versnellingpook kan bedienen, prima. En dan weet je nog niet wat hij doet. Er is iemand anders die dat anders verwoordde. Dat is Dan Hopkins in een boek. En dat wil ik ook hier aanraden. Hoe ben je in staat, en dat was toen top of the bill, snelheid van CPU. Dat is nu allemaal weer anders, maar dat is volgens mij nog steeds zo. Om daar de snelheid te bereiken die je met MS-DOS gewend bent. Oké. Terug naar NLUG en wat deden ze? In feite is dat de derde periode. Ze zijn aan de gang gegaan om, nog steeds, 2 keer per jaar een conferentie. En om de 2 jaar een System Administrators conferentie. En daar zie je dat er mensen, hoeveelheid mensen die daar kwamen, waren er ongeveer zo'n 500 op zijn hoogtepunt. En hier zie je een foto, volgens mij is dat uit de RAI-periode waar ze toen zaten. Ze zijn echt behoorlijke conferenties met behoorlijk wat risico. En dat betekende, en dat fenomeen is in feite een herhaling in het NLUG-geschiedenis, dat een gedeelte van het bestuur wordt opgezadeld met een probleem. En hier is het Doe je System Administration conferenties. Doe dat daar en maak daar een stichting. Dat betekent dat de helft van het bestuur dan in een ander bestuur in een stichting aan de gang gaat. Dat hebben we bij NL net hebben we dat ook gezien. Dat gebeurde dus hier ook weer. En ga aan de gang en doe dat. Dat loopt vaak niet goed af. Dat betekent dat die 2 bestuurders uit elkaar groeien. En dat betekende eigenlijk ook dat Zeen uit een gegeven moment om andere redenen stopte, maar uit elkaar groeide en dat gaf behoorlijk wat problemen tussen de diverse organisaties in het eind. Dat zijn de neergangen die je hebt met een organisatie die 35 jaar voortgaat. Maar goed, hier zie je een programmacommissie en dat werd in samenwerking gedaan met NLNet. Waarom? Nou, er is behoorlijk wat risico. Dus je krijgt een vooruitgeschoven lening en dan kan je wat lenen bij NLNet en bij de Usenix organisatie. En dat als het misgaat, nou ja, dan zijn die hun geld kwijt. En dan praat je over 25.000, 40.000 euro ongeveer. En dat aan de hand gaan. Hier is de programmacommissie nogmaals. En het kan niet dat je daar alleen maar met de programmacommissie draait. Je hebt daar gewoon wat ondersteuning voor nodig. En een van de ondersteuningen kwam uit de VS, Usenix-organisatie. En deze Pieter Honeyman zat altijd op de voorgrond om, als de Zeen-organisatie of als de Zeen-conferentie er was, hij naar Amsterdam ging om daar zijn jetlag, denk je, hier uit te vieren op een bank. Nou, ik verdenk hem ervan dat de coffeeshops in Amsterdam ook heel aardig waren. Goed. Terug naar degene die verder ondersteuning verlenen.
En daar heb ik ook een beeldje van. En daar heb ik Bob, Edwin, ze zitten hier, die daar een rol in speelde, maar ook Marielle en Monique Soers, die is er niet. Marielle is er wel, dacht ik. Ergens. Ja, heel achteraan. Nou, je krijgt straks nog wel wat van me. Een belangrijke figuur, die moet ik toch wel noemen, want hij raakt een beetje in de vergetenheid. En dat vind ik wel heel erg jammer. Het is een erelid. Is Jos Alsters. Jos heeft, behalve dan de administratieprogrammatuur geschreven, ook de administratieprogrammatuur voor de NLUG. En dat zijn behoorlijk wat werk. En ik kan je gif op ingeven dat deze mensen tot de late uurtjes voor de conferentie en dagen bezig zijn geweest om de conferentie in goede orde te laten verlopen. En ik wil toch wel Jos Alsters, als jullie het mee eens zijn, toch wel even een applaus hiervoor geven. Jos, bedankt voor je lasersinsprogrammatuur en je casusprogrammatuur. En ook Wietse, voor dat hij er toch wel voor zorgde dat er geen grote verliezen waren. Ik geef het je te doen. Een financieel genie hebben we onder onze geleden. Een van de mensen die talk hield, en dat wil ik toch wel even memoreren, want dat speelt eigenlijk met de geschiedenis over NLUG ook een rol, is Pieter Sellers. Pieter Sellers heeft meerdere boeken geschreven, over, met geschiedenis als achtergrond, maar twee boekjes wil ik hier toch wel aanhalen. Dat gaat over wat er met Unix is gebeurd, en is zeer lezenswaardig. Er zijn heel wat anekdotes in, meer als dat ik hier kan vertellen in een uur tijd. En op een van die conferenties zegt hij dus het volgende. We lijden allemaal gewoon aan dementie, dat is duidelijk. En het is afzetten ten opzichte van Microsoft. Dat was toen de tijd de gewoonte. Tegenwoordig zie je die gewoonte niet meer, of wat minder. Maar toen de tijd was het alles wat Microsoft heette, dat was out of the question. En in feite hier, wat je ziet is de buffer overflow. Hoe lang heeft dat niet geduurd dat dat erin zit? En volgens mij zijn er nog steeds problemen mee. En een van degenen die daar altijd heel woest over was ten aanzien van het Windows-systeem, die noemde Microsoft het Windows-systeem. En dat was Ted Lindgren, die we toch al even genoemd hebben. Zane, NLUG, Zane vooral, had de proceedings. En hier heb je een lijstje. Het lijstje heb ik moeite van gedaan om dat compleet te krijgen. De proceedings spreken elkaar behoorlijk tegen. Dus ik heb alle proceedings erbij moeten pakken om te kijken of het nou wel echt was, die datum, en dat weer moeten corrigeren. En ik heb ook anderen gevraagd om het te corrigeren, en die kwamen weer met andere data naar voren toe. Nou, volgens mij is dit lijstje nu compleet in de ogen van mijzelf. Wat je hier ook ziet aan de proceedings, is dat het NLUG-logo verdwijnt bij de laatste proceedings. Daar zie je dus al dat er een afstand is tussen de diverse besturen. Ik geef het je te doen, 25 landen op één zo'n conferentie. Landen als Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, allemaal voor de hand liggend, Spanje misschien, Griekenland, het wordt al ruiger, India, Tsjechoslowakije, Canada, Italië, Maleisië, Mongolië, Noorwegen, noem het maar op, allemaal kwamen ze. 25 verschillende landen. En je moet je voorstellen dat je ongeveer in de topjaren zo'n pakweg 500, 600 bezoekers had op de conferentie. Met een omzet van op de hoge, op de glorieuze jaren van tegen de 50.000 euro. En was het meer? Nee, 500.000 euro. Dat is juist. En er bleef ongeveer van over 25.000 euro per jaar. Dus dat was de reserve van de desbetreffende stichting.
En ik geef het je te doen. Dat is dus 10% dat je dat nog eens in reserve houdt. Toen het opgeheven werd, betekende het dat de desbetreffende Seenorg-stichting hun datgene wat ze nog in kas hadden, hebben weggegeven, teruggegeven naar de NLUG en naar BSD.com. Hoeveel tijd heb ik nog? 10 minuten? Nou, oké. Ik heb er nog een dik half uur nodig. Hier ging het ongeveer over. En één iemand wil ik graag memoreren. Hans Bakker. McLeitje. McLeitje toonde zich bereid om Richard Stallman, die sprak op de Seenconferentie, die moest zo nodig naar Parijs toe. Hij logeerde bij Rob Kongrijp. En Rob Kongrijp zei, oké, dan brengen we je naar Parijs toe. Dus hij werd 's avonds naar Parijs gebracht door drie Seen-bezoekers. En Hans Bakker zat aan het stuur. Op de terugweg, 's ochtends, was er een ongeluk. Met een catastrofaal ongeluk met een vrachtwagen. Het hoe en waarom is onduidelijk. Het was mistig, maar Hans overleed. De twee anderen kwamen wel in het ziekenhuis terecht, maar zijn er goed van hersteld. En ik moet toch wel zeggen, alle waardering dat één lid hier, wat ik vind, zijn leven heeft gegeven voor Seen. Met dank aan McLeitje. Na het slechte nieuws ook wat lollige nieuws. Vrijdagmiddag verdwenen de meeste attendees al vroeg naar huis. Nou, daar hadden we wat op gevonden. En gejat van de Usenix-organisatie was er de Seen-quiz. En Rob Koolstad, samen met Jos Visser, die zit tegenwoordig bij Google, organiseerde zij de quiz. En de quiz was een hevig succes en iedereen bleef de vrijdag zitten. 25 landen en de hotels vonden het natuurlijk ook prima. Tijdens zo'n conferentie heb je soms dat er een liefdesverklaring kwam. En ik heb er hier een. Natuurlijk is er een grote liefde voor het Linux-systeem en de mascotte Tux. Hier is hij. Hij zat daar levensgroot op het podium. En het NLUG-bestuur keek heel verliefd naar die ene pop. Eén iemand, met dank aan Mariel, één iemand vond het toch wel heel erg lief. En hij kan ook zo verdomd verliefd kijken. Hier hebben we hem. En jawel hoor, hij ging met deze pop naar huis. Veel lol dus. En je kan zien dat wie ik ook spreek van de administratieve ondersteuning, die zeggen allemaal, na afloop meestal, het was een feestje. En inderdaad, de NLUG-conferenties zijn een feestje. Nog steeds een feestje. De eerste was Patricia. En je ziet het verloop van de logo's in de periodes daarin. Patricia, die zich hevig verbaasde over de rare mensen van het FIFCA, die daar met stropdas en stijf in het pak op dit soort conferenties verschenen. De hoeveelheid bezoekers steeg van een 100 naar een 400. Dat betekent dat je aan leden, administratie en zo bijna een fulltime baan hebt. Deze baan ondernam op een gegeven moment Marielle Klatten. Marielle zat in die tijd langzamerhand eerst in fulltime dienst van de NLUG en later zelfstandig omdat ze met Seen zat, twee organisaties,
met handen en voeten gebonden aan de NLUGNC. Letterlijk met handen en voeten. Dat ging op een gegeven moment niet meer. En dat betekende dat op dat moment andere maatregelen genomen worden. Er kwam ook wat meer geld in kas. En dan een ander ondersteunend serviceverlening. Dat was interactie. En ik ben blij dat dat maar een korte periode heeft geduurd. Vanaf Ede gingen we naar hier toe. En toen kwam Debbie en we waren weer terug in onze geschiedenis en de manier waarop we hier ons feestje bouwen. Met dank aan deze mensen. Met dank aan vooral Marjelle, omdat we die nog wel eens vergeten. En ik haalde er dus hier even aan. We noemden er ook wel de M&M's. De Marjelle en Monique Soers. Ik heb een M&M's meegenomen. En ik wil ze graag overhandigen aan Marjelle. Ik weet nou waar ze is. Alsjeblieft. En jullie denken. Jullie denken natuurlijk van die M&M's. Nou, er waren nog twee M&M's, Bob en Edwin. En om die ook daarmee te feliciteren, hebben we ervoor gezorgd dat straks tijdens de koffiepauze M&M's op tafel staan om je daarvan te genieten. Als je die M&M's zijn, denk niet aan Marjelle, denk niet aan Patricia, denk niet aan Debbie. Hè? Maar denk aan Bob en Edwin. Straks bij de koffie. NLUG, Unix, Sien heeft enorm bijgedragen aan de verspreiding van encryptie in de wereld. Het was een verboden wapen, het mocht niet over de grens heen en ik kan daar diverse anekdotes over vertellen. Dat zal ik niet doen. De meest opvallende is dat we hem via een boek en een t-shirt over de grens heen kregen en dat was het officieel. NLUG heeft een behoorlijke rol gespeeld om de naweeën van dit perikel op te lossen. Met name Phil Zimmerman kreeg op een gegeven moment een proces aan zijn broek. En de NLUG heeft geld gedoneerd aan Phil Zimmerman om zijn rechtszaken te bekostigen. We naderen het einde. Dus de koffie moet nog even wachten. Hier ongeveer de Unix timeline. Wat er ongeveer gebeurde en wat je ziet is dat nu er een verschuiving, vind ik, plaatsvindt, daar ben ik wel blij mee, naar de Internet of Things. En wat daarna gebeurt met je privacy, kan ik voorspellen. Vandaar dat ik deze t-shirt ook aan heb. Gedenk de mensen die bezig zijn, ondersteun ze, sponsor ze, die geen bezig zijn met jouw privacy. Ja, dan hebben we een heel bestuur, door de jaren heen. Ik moet zeggen, ik heb enorm veel moeite moeten doen om dit tabelletje bij elkaar te frutselen. Zelfs de mensen die daar in het bestuur hebben gezeten, weten niet meer precies wanneer. Daar staat dan ook een slangetje voor en datgene wat er geen slangetje voor staat, dat weet ik bijna zeker. Er zijn een behoorlijk aantal ereleden, die heb ik in bold gezet. En ik hoop dat dat lijstje nu zo langzamerhand ook op de website van de NLUG zal verschijnen, zodat die mensen gewoon het werk wat ze erin hebben gedaan, hebben. En je ziet bovenaan een plaatje, en je kan je gif op innemen, dat als je heel veel werk doet en daar intensief mee bezig bent, niet altijd peace and vrede is. Het ging er soms gewelddadig aan toe. Soms zelfs dat er hier in de, ik kan me herinneren in Ede, dat in een zijhoek al schreeuwend twee mensen tegenover elkaar stonden. Dat is allemaal weer redelijk goed afgelopen. En behalve dan de bestuursleden, hebben we dan ook nog een aantal, deelden ze ook nog op een gegeven moment een aantal awards uit. En hier heb je het hele lijstje. Ik heb daar de gezichten van de personen uit die tijd heb ik erbij gezocht. En je ziet hier ook de award. En er zijn eigenlijk twee personen die hier een beetje het dubbel spel spelen. En die zijn zowel erelid als staan op de awardslijst. En die noem ik eventjes de commissie ad hoc. En daar kom ik zo op terug. Hier dus het lijstje. De NLUG
Ik blik dus terug. Ik zal niet de geschiedenis pakken die we allemaal hebben meegemaakt, maar ik probeer gewoon te memoreren datgene wat daarvoor speelde. Er zijn heel wat jongerengroepen in de wereld, maar ook in Europa niet meer levend, zoals in Denemarken, Finland, België, Italië, Hongarije, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, IJsland en Zweden. Maar er zijn er ook nog wel actief, vooral in de system administration kant, bijvoorbeeld in Duitsland. En er is ook nog steeds actief, zowel de Usenix als de LISA. Soms gaat dat in vredesverhouding, soms ook niet. En dan struikelen ze over elkaar. Het is niet anders. En een kleine groep in Noorwegen die ook nog actief is. En een heel kleine groep in de UK. Er zijn een aantal liefdesverhoudingen die de NLUG heeft gedaan in het verleden. Dat is naar het Europese stuk toe. En daar is uiteindelijk Europa uit geboren en die is overleden. Eunet is eruit geboren en is ook overleden. Het bestaat nog, zegt Jaap. Oké. Okay. Ja. Mathematisch Centrum, daar is ook een liefdesverhouding door de jaren heen mee gebeurd. Daar zijn ook kinderen uitgeboren, onder andere NLNet. Het CWI memoreert daar maar heel weinig aan, maar NLNet is echt ontstaan uit het CWI en uit de NLUG. En de laatste is met Usenix de Vrijage en SAGE de Vrijage, dat is de System Administration Group. Seen en Seen is ook overleden. Niet vanwege de inzet van die mensen trouwens, maar gewoon puur conjuncturele zaken. De NLUG heeft verschillende sponsors gehad en nu heb ik van de programmacommissie te horen gekregen dat ik deze slides maar moest overslaan. Dat zal ik niet doen. Waarom? Je weet zeker dat je op tenen stapt. En je weet zeker dat je niet goed alles weergeeft. Je weet zeker dat je ze vergeet. Nou, ja, dat klopt. Er zijn veel van die op Snow na en Schuberg. Die anderen zijn eigenlijk allemaal ter ziele. Dus die zal ik zeker niet meer op mijn tenen trappen. Maar die wil ik wel memoreren. AT Computing is ook overgegaan sinds korte dagen. Dus die zullen ook niet meer op mijn tenen staan, hopelijk. En ik heb dus ook Tunix en Madison Kurka. Die kan ik dus ook niet meer op mijn tenen staan, want die zijn ook overgegaan naar iets anders. Ik zal ze toch nog zoveel mogelijk pakken die dan ook nog op een tafeltje hebben gereserveerd. Want ja, dat brengt weer geld in het laadje. En dat is hard nodig bij zulke organisaties. Dus ik heb er eventjes geprobeerd om alle logo's uit die dagen erbij te zoeken en voor zover ze er niet bij staan, die logo's, dan heb ik ze niet kunnen vinden. En dan zijn ze waarschijnlijk ook deze companies niet meer bestaand. Je kan je natuurlijk afvragen wat mij nou zo bezighoudt. Helaas, elk jaar is er weer een en je wordt ouder en je wordt grijzer. Dus ik hou me alleen maar bezig met die dingen die ik leuk vind. En aanvankelijk was dat met internet security items en met vooral ook met de privacy ene, de EFF en Bits of Freedom. En die wil ik toch wel even memoreren voor jullie. Want daar kan je ook nog wat aan doen. Iets anders waar je ook wat aan kan doen, of minder goed kan doen, is gewoon in je directe omgeving, in je dorp, waar ik woon in Limburg, om daar in de sociale omgeving nog het een en ander te doen. Dus enkele websites draaien bij mij onder mijn bureau op een pc. En ik onderhoud deze websites. En wees gerust, de mensen om je heen van die verenigingen hebben geen flauw benul wat dat is. Ze zien een website en dat is het. Ze hebben geen flauw benul hoeveel tijd dat kost. Ze hebben geen flauw benul dat als je een upgrade moet doen, dat er dan een dag de site eruit ligt. Geen flauw benul, want ze nemen het je gewoon kwalijk. Je doet het niet goed. En mijn neefje ergens anders doet het veel beter.
Dat is zo. Waar ik me nu de laatste 2 jaar hevig mee bezig hou, is in feite milieu. En met name dan luchtkwaliteit. En ik werk vrij hard aan het bouwen. En er zijn nu 2 kids klaar na 1 jaar. Gebouwd op de Raspberry Pi om luchtkwaliteit te meten. Dus fijnstof gaat het dan om in diverse groottes. Diverse gassen. En je moet weten waar die zit, dus er zit GPS in. En je moet weten wat het klimaat is, dus er zit luchtdruk, temperatuur, vocht. En dat heeft allemaal invloed op elkaar. En je moet die dingen testen. En je bent daar behoorlijk mee bezig om dat goed te krijgen. En ik moet zeggen, uit mijn vroege periode met het netwerk en het opzetten van het netwerk in Nederland, was het RIVM een van de eerste sites die buiten onze directe computersites ook bezig was met netwerk en UUCP. Dus daar hadden we een UUCP-verbinding mee. Ik heb tegenwoordig bijna wekelijks met het RIVM nu contact met het luchtkwaliteitsteam. Ik zit ze dus op, als een luis in de pels op de hielen van maak het nou open source allemaal. En dat zijn ze aan het doen. En dat betekent dat ze bezig zijn om luchtkwaliteit te centraliseren. Dus al die wat zij noemen citizen science projecten in Nederland. Om dat bijeen te brengen, dat ze de resultaten daarvan op hun website neerzetten. En ze stimuleren ook met behulp van Waag Society in Amsterdam met de bouw van wat ik noem hele eenvoudige kits die gebouwd zijn op de Arduino en de ESP zaken. En ik probeer dus in te haken op dat we een uitwisseling krijgen van het open source idee van alle software, de drivers en de statistiekprogramma's die ik heb gebouwd en waar anderen nu eigenlijk aan beginnen te denken. En dat komt wel. Ik moet zeggen, dat gaat langzaam, maar het gebeurt. En wat daar nog wel voor nodig is, het kost je behalve veel tijd, het heeft mij fulltime bijna 1,5 jaar gekost, ook veel geld. En dat krijg je niet van de overheid, want de overheid vindt dat je je daar niet mee moet bemoeien, want de politiek heeft andere gedachten over hoe ze om moeten gaan, bijvoorbeeld met intensieve veeteelt en de mestverwerking wat op het ogenblik aan de orde is. En dit speelt in feite als een luis in de pels op dit gebied. Oké, dit is wat ik doe. En Internet of Things, daar zal zeker nog een praatje hier op de conferentie zijn. En ik kan je aanraden om daar eens heen te gaan en kijken wat je daar zelf in kan betekenen. Dus ga naar dat praatje toe. Vele mensen die hier een rol hebben gespeeld. Ik moet zeggen, ik heb hier geprobeerd om alle mensen waar die ereleden zijn er met een nulletje te voorzien. En daarom, om dat nulletje, ik heb mezelf er dus maar niet bij gezet, want dat nulletje vind ik mezelf niet waardig. Wat je hier ook ziet is dat ik geprobeerd heb te achterhalen welke mensen hier op de conferentie zijn. Er zijn er dus veel meer, bijvoorbeeld Hendrik Jan. En er zit daar ook nog iemand en daar ook nog iemand. Kortom, er zijn vele mensen die geen kringeltje hebben gehad, die er wel een kringeltje hadden moeten krijgen. Dan zie je hoe je mis kan kleunen van tevoren. Ik heb een hele lijst van mensen die ik ken en mensen die ik ontmoet heb en die jullie ook ontmoet hebben op een van de conferenties. Daar staat een sterretje voor. Die zijn in Nederland geweest, hebben daar een praatje gehouden. En dan zijn er door de jaren heen behoorlijk wat mensen geweest die toch wel bekend zijn geworden. En hier wou ik het eigenlijk eventjes bij laten. En ik ben denk ik hopelijk ver over tijd. Valt dat mee? Is er nog iemand die heel dringend de vraag en thuis kwijt wil nu? Kijk. Geen fouten. Oké. Dan thuis, heel bedankt voor dit inzicht in meer dan 35 jaar Unix achtergronden en 35 jaar Enlug en kinderen achtergronden.
Nou kijk ik heel even snel naar de organisatie. Dan pak ik toch eventjes de voet weer op. Want ik dacht, jullie denken van, nou, dit is dan de presentatie geweest. Nee, we gaan nog eventjes door. En het gaat om het volgende. Er zijn veel ereleden. En die ereleden is wat moeilijk om die allemaal bij elkaar te krijgen. Nou, dat heb ik wel geprobeerd, enigszins. Maar die e-mailadressen van de NLUG kloppen niet allemaal, dus ik kon ze niet allemaal bereiken. Dus daar even dus ter notitie. Er is een ad hoc commissie die we op hebben gezet. En de ad hoc commissie bestaat uit 2 personen. En dat is Wietse en mezelf. En ik zou Wietse willen vragen om eventjes mij te komen vergezellen. We hebben ontdekt dat er vrij veel liefde van bepaalde personen is voor een bepaalde mascotte. Die heet Tux. Hier is hij. Daar komt. En ik zou willen vragen of Jos Vos en Marcel Nijenhof even naar voren komen. Programmacommissie weet hier dus niks van, hè? Heel goed. Oké, okay, Marcel. Dank je. En Jos ook. Namens de Adcoscommissie de Linux Verliefdheidstrofee. Dank je wel. Je mag het roer weer nemen. Wietse, bedankt voor je hulp in deze. Wij gaan hem inderdaad afronden, want het is echt tijd voor de pauze. Mag ik jou, nou loop je wel heel ver weg, maar zo kan ik je niet meer bedanken, dan moet ik achter je aan gaan rennen. Ik wil jou graag bedanken voor deze inspirerende keynote. En dan hebben we het NLUG presentje, van harte. Okay. Heel veel dank en hopelijk nog heel veel jaren tot ziens hier. Oké. Okay. En dan is het nu pauze.